Mensen, lekkere mensjes. Oh, wat zijn jullie lekkere mensjes. Ben je aan het kijken en denk je van, oh mijn god, ik ben zo verliefd op die ene persoon. En ik weet nu wie jij in je hoofd hebt. Ja. Ik heb een manier dus hoe je kan zorgen dat diegene ook verliefd wordt op jou. Abonneer op mijn kanaal. Ja, abonneer. Abonneer voor geluk in de liefde. Al dus love, Dr. Koen. Ja, zo word ik ook wel genoemd. Mensen, vandaag heb ik een speciale video. Ik heb namelijk niet zomaar een video, maar... Een speciale video. Namelijk... Het heeft me flink wat coins gekost, want ik heb nog maar 27.000 munten. Nog wel 4.150 videopunten. Dat is hartstikke mooi. Ja, hoe dat komt. Ja, die heb ik gekocht via ikwildegoed.nl. En mensen, voor de mensen die het nog niet weten. Dit is echt fantastisch. Tijdens Black Friday wordt elke 100ste bestelling verdubbeld. Dus koop je tegoed op ikwildegoed.nl. Sowieso. Maar tijdens Black Friday, absoluut. Elke 100ste bestelling gaan we ze maar plaatsen op ons Instagram-account van ikwildegoed. Dus volg ikwildegoed op Instagram. We hebben bijna 10.000 volgers al, maar. Zou wel 10.000 volgers zijn? Nee, nog 40. Na deze video hebben we zeker 10.000 volgers. Dankjewel. In ieder geval doe ik een duimpje op deze video. En laten we dan maar beginnen. Mensen, ik heb eens een nieuwe icon gekocht, waarvan ik dacht van deze moet ik hebben. Ik ga een paar hintjes geven. Hij is Frans. Hij is kaal. Hij heeft wel eens een WK-finale gespeeld en daarin Materazzi een kopstoot gegeven. En hij heeft een zoon hier voor me. Ja, en die hebben gekocht. Jawel. Zidane, fantastisch. Jongens, Luca Zidane. 8400 munten. Dit is echt werelds. Wat een fantastische kaart. Ik wil ook gewoon voor prima chemistry, want die link gewoon goed uitsteken. Ik ga trouwens heel mijn team verkopen tijdens Black Friday. Is dat slim? Geen flauw idee. Zien we dan wel. Zien in ieder geval dat Neymar een miljoen is, maar die ga ik ook niet verkopen. Die wil ik zeker in mijn team houden. Die is echt zo goed. Maar met name die Vieira wil ik weg, want die kan echt... Zidane, jongens. Zidane. Is hij even goed als zijn vader? Daar gaan we nu achter komen. Nu! Hebben jullie ook wel eens dat... dit is even voor de man onder ons. Soms dan geef je een klein tikje tegen je zak, waar zeg maar je ballen in zitten. En dat doet dan ineens heel veel pijn en dan krijg je ineens last van je rug. What? Ja, dat heb ik dus nu. En ik ben er absoluut niet blij mee. Laten we daarop houden. Dit is zijn team. Oh, hij... Hebben we gewoon een goed team? Hij zal niet twee van die eigen dingen die Desailly hebben. Hij heeft echt een goed team gewoon. Oké, dit wordt nog wel lastig. Want ik speel met... Nou, ik heb natuurlijk Icon Zidane. Ja, legend. Absolute legend. It's a legend. Dikke vette, it's legend. Ik heb trouwens een bolletje wol tegenwoordig. Maar ik ben helemaal niet blij met die bal. Ik vind die echt helemaal niet chill eigenlijk. Moet je kijken, het lijkt wel echt net alsof het een bolletje wol is. Wat waarschijnlijk ook de bedoeling was van het hele ding. Maar het voetbal niet echt lekker, moet ik zeggen. Komt de eerste balcontact van Zidane. Oh, Zidane. Oh, wat een bal. Wat een bal. Oh, dat was helemaal geen slechte bal. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde de bal helemaal niet pasen. Maar hij was wel... Dat was niet de... Hey, pak de bal gewoon weer. Wat de heck? Die Zidane is gewoon goed. Oh mijn god. Hij heeft hem. Zidane. Ik zweer het je. Die gast die loopt er gewoon doorheen. Waar verslaat het op? Ik heb een nieuwe supersub gevonden, mensen. Ja. Daar is hij dan. Zidane. Zou hij ook kopduel eens kunnen winnen? Waarschijnlijk is hij wel lang. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Waarom is dit? Hè? Is goed. Zidane. Balletje door op Dembele. Wat echt een uitstekend balletje is. Dembele, doe maar finesse shot. Oh, hè? Wat een redding. Ik dacht, die zit erin. Ik dacht, dit is een 100% doelpunt. Ja, nou niet dus. Balletje op Zidane. Goed. Zidane. Teruggaan. Oh. Hier was duidelijk weer. Kwam even het keepertje naar boven. Win. Zidane. Hoppakee. Dat was niet heel best. Nee, dat was niet heel best. Sliding ernaast. Oké. Ik zweer je, ik heb dus met Inzaghi gespeeld. En die Zidane is beter. En ik maak oprecht geen grap. Naast. Oké. Ik zie gewoon naast Mahrez. Oké. Ja, bij dit had ik het dus niet raar gevonden als hij erin was gegaan. Was ik ook niet boos geweest. Maar ja, dit was gewoon een logisch doelpunt geweest. Maar die gaat er weer naast. Hij wil niet echt die loopactie van die spits. Hè. Had ik nou toch maar Inzaghi gehad. Die heeft 97 positioning. Zijn enige goede stat. Voor de rest kan ik er niks van. Kijk aan mijn icon pack. Is de ene goedkoopste icon op de wereldmarkt. Alleen Jens Lehmann is goedkoper. 86 Schmeichel is duurder. Nou, voor de rest was ik wel tevreden met mijn icon pack. Nee. Oh. Op Zidane. Oh, nee. Win. Lekker. Zidane. Boom. Oh, mijn god. Dit, nee. Jongens, ik ga Militao ook verkopen, denk ik. Want die vet is nu zo ongelooflijk pestpauper duur. Dat staat... Ik krijg trouwens comments, mensen, van mensen die mij duidelijk niet op Instagram volgen en daardoor niet echt de crème de la crème van mij zien. Ik heb inmiddels 158.000 volgers op Instagram. Ben je er nou nog geen van? Ja, wat doe je met je leven? K-O-E-N Koen. Ja, volg mij. Er zijn mensen die zeggen, ja, Koen, Movember is bijna voorbij, dan kun je die snor en baard eraf. Nee, ik ben echt lekker met snor en baard. Ik ben echt minder lelijk met snor en baard. Nee, hoe kan dit nou? Zit ik weer naar mezelf te kijken en krijg ik weer een tegengoal? Het zal ook eens niet. Het is ook altijd hetzelfde verhaal. Het is altijd hetzelfde verhaal. Waarom heb ik mezelf ook openstaan hier? Waarom kan ik naar mezelf kijken? Ik krijg alleen maar afgeleid van die ongelooflijk lekkere jongen naast. Nou, dat ben ik zelf. Ik ben het gewoon zelf. We staan 1-0 achter, maar wij zijn DNPNL. We stoppen nooit. Mensen, ik zit dus eraan te denken om mijn naam DNPNL naar Koen te veranderen. Wat vinden jullie daarvan? DNPNL, ja, wat is dit nou? Niks. Het is niks. Ik ben gewoon Koen. Lekker. Oh, goed. Lekker. En door. Ja, wat een bal. Oh, de bal van Zidane. Oh, dezelfde paas als zijn vader. Zou je een kopstoot geven? Dat zou leuk zijn, hè? Goed gedaan door Zidane. Ren. Zidane. Nee, dit kan... Nee, hoe dan? Dit kan...
hoe dan? Hoe is dit mogelijk, man? Ik zweer je, hij loopt echt prima. En hij speelt oprecht helemaal niet slecht. Maar het is gewoon dat afmaken, dat zit hem gewoon niet echt lekker nog erin. Daar was zijn vader toch beter in. Zeker het afmaken van Italianen. Met zijn hoofd, zoals Materazzi. Mensen, als jullie doorhebben, was ik de laatste tijd mijn scheldwoorden aan het filteren in mijn video's. Aangezien je anders geen advertenties krijgt. Maar ja, nu is het straks dat je, als je content een kind vriendelijk is, krijg je ook geen advertenties meer. Ja, wat moet ik nou doen? Dus misschien ga ik vanaf nu aan het eind van de video even gewoon een paar keer hele erge ziektes zeggen. Misschien krijg ik dan wel gewoon goede advertenties. Wat heeft griep er nou weer mee te maken? Laat griep er gewoon buiten, hè? Lekker, lekker. Hallo! Niet lekker, want hij heeft het niet. Echt 100% passing accuracy van Zidane. Zidane, Schipaldi! Schijnt! Ik word in een ander universum geschoten! Wat is dit? Een soort wubbel okkels of zo. Dat zegt Chief dat hij, weet ik veel, maar dat zal wel iets van de ruimte iemand zijn. Heerlijke aanname, heerlijke aanname. Nee, Siri, houd je muil. Ik sta gewoon 1-0 achter, ik ga gewoon verliezen. Ik ga gewoon verliezen, maar ik moet zeggen, ik heb vertrouwen in Zidane. Wat een fantastische meme-speler is dit. Zidane, Luca Zidane. Ik ga een paar keer gewoon zijn naam schreeuwen, zo heb ik dan wat views. Luca Zidane, Luca. Ah, nee. Verloren. Zeg maar, hoe ik jullie aan het begin geprankt had met van, oké, maar 70k coins aan. Toen dacht je allemaal van, oh, hij heeft Zidane gekocht. Nee, ik ben Pauper Skiller. Maar niet meer na morgen, want dan is Black Friday. En dan gaat iedereen de goedpunten kopen. Ik wil de goed.nl. Waaronder ik. En ga ik packs openen, want waarschijnlijk komt er weer een of andere ziek team of the week. Of een extra team van FIFA. En dan ga ik die packen. En dan ben ik packkoning, wat ik sowieso al ben. Sorry, dat is echt tantoesmerig. Dat ga ik echt nog een keer. Waar speel ik nou weer tegen? Wat is dit nou weer? Deze gast heeft zoveel iconpacks gedaan. Ian Rush. Heet hij Ian? Ik heb geen idee. Het was Ian Wright. Of het ook Ian Rush is, omdat de naam erop lijkt. Heb ik geen... Ja, nee, wat ben ik nou aan het doen? Ik ga deze pot echt zwaar hard verliezen. Oh mijn god, oh mijn god. Dit spel geeft me echt hoofdpijn. Hey, mensen, valt het jullie op dat het dit jaar elke dag regent? Broer, ik ga echt tandhard verliezen deze wedstrijd. Ik voel het gewoon. Divisie 4 is echt te hoog gegrepen voor mij. Ik ben echt helemaal niet goed. En zeker niet met Zidane de spits. Nee. Oh. Nou, dan maar Dembele even scoren. Oké, in ieder geval is gescoord. Yes, we hebben gescoord. Doelpunt, jawel. Doelpuntje voor de DNP Master, jawel. Mensen, ik had het laatst met Matteo. Vind je ook niet dat Neymar een soort Justin Bieber is van de voetbalwereld? Zeg maar ook gehaat door velen, maar eigenlijk gewoon keihard. Ik vind Neymar echt een beast. Nee. Goed. Ja, geef maar door. Zidane. Waarom zo hard? Waarom nou zo hard? Waarom niet gewoon Zidane? Hij staat er gewoon vrij. Ja, ik weet dat hij slecht is, Mbappé. Ik weet het. Hoef je zo arrogant te doen met je Ninja Turtle hoofd? Jongen. Nee. Onterecht ook, onterecht. Kijk nou. Ja, terechte stand. Pak hem aan. Nee, pak hem lekker niet aan. Dan laat je weer lekker scoren, want alles gaat erin. Ja, ik ga niet lieven, maar Gewoon wel lief. Oké, mensen, de volgende wedstrijd wordt echt mijn wedstrijd. Stel je voor, je kijkt op dit moment naar deze video en je bent dus nog niet geabonneerd. En dan weet je gewoon van, ja, als ik niet abonneer, dan gaat... De liefde van mijn leven gaan me nooit leuk vinden. Als ik wel, dan wel. Ik wacht ook op de DM's, mensen, dat iemand tegen mij zegt... Ja, Koen, ik ben geabonneerd. En letterlijk de dag erna kwam die chick naar me toe en zei... of gast, als je een chick bent of als je gast bent. Kan mij het schelen als je homo bent, boeien. Ik kwam naar me toe en zei van, ja, ik weet niet wat het was, Joris. Maar Joris, luister, ik werd ineens wakker en ik dacht van, wow, Joris is de leukste gozer op aarde. En dan zeg jij van, ja, ik wist het al een tijdje. En dan denk je in je achterhoofd van, Koen had gelijk. Het is allemaal wat ik op hem geabonneerd ben. Nee, maar zelfs verdedigend is hij zo goed. Soms heb ik echt hoofdpijn van mezelf. Ik denk van, stel je voor, je bent zo slecht als dat ik ben. Dat is echt ongelooflijk. Hey. Trap neer. Nee, oh, jawel. Dit is rood, hè. Dit is een rode kaartanimatie. Dit meen je niet. Dit kan toch geen rood zijn. Stel je voor, je geeft hier rood voor. Dan snap je echt helemaal niks van. Schiet, Zidane. Oh. Koen, ik haat je. Ik haat je echt met elke bot in mijn lichaam. Oh, nee. Dit meen je niet. Oh. Dit is ook zoveel pech. Dit is ook zoveel pech. Ik snap niet, ik heb van iedereen te horen dat Zidane de nieuwe meta was dit jaar. Maar ja, ik zie het nog niet helemaal, hoor. Oh, panna. Oh, leg terug. Goal, ja, hij telt. En belen, hoppakee. Nee. Wat? Nee, het is buitenspel. Die staat weer buitenspel, die vent. Hij staat weer buitenspel. Dan ga ik er langs, dan ga ik gewoon zo langs. Ik ben langs. Daar staat hij, Zidane! Ja! Yes! Oh, Zidane, wat een legend. Wat een wereldgoal. Hoppakee. Geen enkel probleem.
Zidane. Boom. Hangen. 3-1. Jawel, geen enkel probleem. Met 10 man. Met 10 man. Zidane met zijn tweede goal. Een mooi doelpunt ook gewoon. Al zeg ik het zelf. Ik ben zo goed in dit spel. E-sport clubs, sign me up alsjeblieft. Dan heb je entertainment, baard en snor. En ook nog iemand die fantastisch FIFA kan. Divisie 4 met een keeper in de spits. Geen enkel probleem. Ik meen serieus als ik dit zeg. Hij is oprecht niet veel slechter dan Inzaghi. En dat is misschien wel de meest trieste conclusie die ik ooit in mijn leven heb getrokken. Naast het feit dat ik hoorde dat Robbie... Oh, dat mocht ik niet zeggen. Sorry. In ieder geval mensen, ik hoop jullie deze video leuk vonden. 3 schoten op goal, 3 goals. Wil je niet gewoon weten wat mijn kanaal doet, dan zeker hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik like van jou weer de volgende keer. Zeg doei, later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw, je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.